Hey, what? Guti, vandaag ben ik met mijn beste vriendin, Romy. Hoi Romy, lang niet gezien. Oké, wat we gaan doen is de best friend tag. Want ja, we zijn gewoon hele goede vrienden. Ja, we gaan kijken wie elkaar beter kent. Oké, kunnen we deze video de 500 likes halen? Dat zou super zijn, dus iedereen even liken. Doe een duimpje omhoog. Oké. We gaan beginnen. De allereerste is, hey, wanneer en hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Dus waar en hoe hebben wij elkaar als allereerste ontmoet? Wat denk jij? Jij mag het als eerst zeggen. Wij hebben elkaar als eerst ontmoet op school. Nee. Bijvoorbeeld zo in grote gast. Nou, denk ik in groep 8 al een keer gezien. En daarna zaten we bij elkaar op school. Ik heb je eigenlijk nooit gezien op het zwembad. En in mijn gedachten heb ik je echt een paar keer gezien op school. Nee, maar ik heb je wel gezien natuurlijk. Vooral heel vaak bij sportdag. Echt zo. Wie is de held van je beste vriend? De held van jou, Mega Mindy? Mega Mindy? Mega Mindy? Nee, het klopt niet. Nou, wie is dan je beste? Wie is dan je held? Oh. Billie Eilish, omdat je altijd zo sad bent. Nee! Oh. Naar wie kijk ik? Sally Cabau van Casberg. Wie is dat? Zij is echt een inspiratie. Want zij maakt hele mooie tutorials op haar YouTube kanaal en ze is heel lief en ze bedoelt alles heel goed. Sally toppetje. Die van jou, Jungtuk, die rapper. Ja, oké, vind ik goed genoeg. Als je samen naar een plek op aarde kon gaan, waar zouden we heen gaan? LA. Oh, ik dacht iets met jou, iets met eten of zoiets. McDonald's. In de McDonald's in LA. Oké, dat vind ik een hele goeie. Daar gaan we zitten. Ja, ja, dat is een leuke. Ja. Oké, wat is jouw favoriete kleur? Bij jou denk ik rood, omdat je altijd rode nagels hebt. En rood jurkje. Altijd als er iets speciaals zit, heb jij rood. Ja. Maar het is niet je lievelingskleur. Nee, mijn lievelingskleur is zwart. Zwart? Zie, ik zei Billie Eilish is echt jouw artiest, jouw favoriete doel. Nee, zwart is gewoon... mooi. Ik draag heel veel zwart. En ik vind dit mooi beige. Oké. Ik heb wel gelijk, rood is ook wel leuk. Ik weet niet, ik heb niet echt een lievelingskleur. Bij jou denk ik rood, want Steven vindt rood mooi. Wat is je favoriete voedsel? Bij jou denk ik... wat was het? Tacos en zo. Ja, taco Mexicaanse eten. En wat is bij mij? Pizza. Ja, yeah! Pizza is lekker. Wat is de naam van jouw crush? Ik denk, als ik mag kiezen, een artiest, Ronnie Flex. Nee. Busy. Nick en Simon. Nee, Nick en Simon. Wie is je crush? Justin Bieber? Oké, Justin Bieber is jouw crush. Mijn crush is, we gaan voor Ariana Grande. Oké, wat is de grootste angst van je vriend of vriendin? Jouw grootste angst is geen geld. Mijn grootste angst zijn ratten. Je let op een rat, dus je hebt het ook echt. Oké, au. Oké, wat is mijn grootste angst? Stickers. Ah ja, ik haat stickers. Stickers. Stickers zijn echt de vieste dingen wat ik ooit heb gezien in deze wereld. Stickers zijn gewoon, als mensen dat op je plakken, het is gewoon vies. Het is heel vies. Stickers zijn vies. Eeuw. Wat zijn de twee dingen wat jij niet over mij weet? Ik weet alles over hem. Ik heb een crush op je. Oké, wat weet ik niet van jou? Ik heb altijd voetsokjes aan. Enkelsokjes. Ik kan niet over sokken die te lang zijn. Ja, maar dat heb ik ook. Lange sokken vind ik lelijk. Ik ging je vriendin altijd kwijt. Je beste vriendin. Wat jij altijd kwijtraakt is OV. Portemonnee. Bankpas. Nou, maar elke dag, maar elke dag is ze echt weg en dan moest ik alles opnieuw aanvragen. En jij vergeet heel vaak je portemonnee. En je komt dat te laat. Steven is altijd te laat, hij vergeet zijn tijd. Ja, omdat, nee, goed voorbereid kost even tijd. Allemaal tijd. Dat is bullshit, ik hou altijd mijn bus. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je liked en abonneert. Doe dat allemaal hier beneden. Ik heb een samenwerking met Bunk, dit is de Bunk Travel Card en ik ga jullie allemaal vertellen wat het nou allemaal inhoudt. Oké, dus, de Bunk Travel Card is de beste kaart die je kan meenemen als je op reis gaat, want de Travel Card heeft dus dezelfde functies als een creditcard, alleen, hij zorgt ervoor dat je niet in het rood kan staan. Oké, je kan hem overal gebruiken, stel je wil een auto huren of je wil een hotel boeken, dan kan je de Bunk Travel Card gewoon gebruiken. Oké, maakt niet uit waar je bent. Je kan in Australië zijn aan het backpacken. Je kan in New York zijn aan het shoppen. Of je pint in de jungle. Daar kan je ook gewoon pinnen. Oké, dus de kaart komt niet met verplichtingen. Je betaalt één keer €9,99. Hiermee kun je dus zonder maandelijkse lasten de Bunkcard gaan gebruiken.
Aanvragen is simpel, je hebt geen credit check nodig. Je downloadt gewoon de Bunk app. Oké, stel je hebt de Bunk app, dan hoef je alleen te registreren. En dat duurt niet eens 5 minuten. En dan kan je hem gewoon bestellen en dan heb je hem binnen. Omdat andere creditcards tot 3% maandelijkse bijdrage vragen. Dat doet Bunk dus niet. Je kunt wereldwijd geld opnemen bij een pintautomaat. Elke keer als je pint kost het maar 99 cent. Stel je verliest de Bunkpas, dan kan je meteen op de Bunk app. Kan je meteen vergrendelen of ontgrendelen, ligt eraan wat je wil gaan doen. En het is allemaal in real time. Weet je niet hoeveel $15 is? Dat maakt niet uit. Stel je koopt iets in dollars in het buitenland, dan krijg je meteen een pushmelding nadat je ze hebt gekocht hoeveel het is in euro's. Elke keer als je de travelcard in het buitenland gebruikt, wordt de werkelijke wisselkoers berekend en bespaar je tot wel 3%. Ja. Het is extra veilig, je krijgt meteen een melding als je kaart wordt gebruikt, misschien door iemand anders. Stel je reist van land naar land, dan kan je hem altijd vergrendelen op de app of onvergrendelen. Je kan ook een groepuitgave maken. Wat je dan eigenlijk doet, maak je een soort groep aan met z'n allen. Al je transacties worden toegevoegd aan de groep, zodat je kunt zien wie wat betaald heeft zonder zelf wat te berekenen. Dat was het over de Bunk Travel Card en dan zie ik jou weer bij een nieuwe video. Bye bye.